om de feestelijke opening van de Eindhovense Watersportweek met zijn illustre aanwezigheid luister bij te zetten, dook Neptunus op in de lichtstad. In zijn jacht werd de zeevorst, die zich op het land wat moeilijk voortbeweegt, door behulpzame krachten naar de plaats van handeling gesleept, alwaar hij met zijn gade werd voorgesteld aan de eerste burger van Eindhoven, ingenieur Witte. Tot de vele programma-onderdelen van dit watersportfestijn behoorden ook kanowedstrijden. De finale eenpersoonskano's over 500 meter voor senioren leverde een spannende strijd op tussen Geurts, Wijzen, Lagrand en Knuppen. Geurts, nummer 79, die als Nederlands kampioen zijn eer niet te na wilde komen, zette al zijn krachten in en ging als winnaar door de finish. In de eindstrijd van de tweepersoonskano's over 1 kilometer voor senioren toonden Geurts en Knuppen, weer boot 79, zich onbetwist de sterkste. Met elke peddelslag liepen ze verder uit op hun naaste concurrenten. En met ruime voorsprong behaalden ze de overwinning. Toen de andere koppels nog moeizaam voortploeterden, stonden Geurts en Knuppen al lang en breed met hun medailles te spelen.